Dat maakt het echt zo tof, zo leuk en zo spannend. Net het spel Wing Kong Adventure gespeeld. Ring Fit Adventure. De Wing Kong is het apparaat die je ervoor nodig hebt. En je had dat kunnen zien in de Dieet voor het Leven vlogs. Als je die nu aan het bekijken bent, wil je dat ik ook een keer het scherm opneem? Want nu heb ik enkel gefilmd hoe ik train. En nu gaan we iets veel rustiger doen. Nu gaan we namelijk breien. Het is namelijk nog een half uur dat ik heb om te eindigen aan mijn Miracle Morning. Dus dat gaan we doen. Goedemorgen trouwens en welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we zaterdag 2 november. Voor één rij heb ik ongeveer een kwartier gedaan. Nu ga ik de volgende rij doen. Ondertussen kijk ik nog altijd verder naar de Zoella-vlog. De Zoella-vlog is echt een half uur, dus ik stop mijn breien vanaf dat die gedaan is. Hallo, het is nu 19 over 8. Ik heb 2 rijtjes gebreid. Nu ben ik aan het ontbijten met cornflakes. En dan ga ik beginnen aan het editen van mijn vlogs. Ik heb trouwens wel een beetje spierpijn van de straks van de Ring Fit Adventure. Hey, ik zit gezellig binnen vlogs te editen terwijl het buiten echt fameus aan het regenen is. Als ik deze video film ben ik trouwens de vlog van 23 oktober aan het editen. Straks heb ik die van 22 oktober geëdit en straks heb ik die van 24 oktober geëdit. Dus dat betekent dat ik eigenlijk een goede week achter zit. Misschien verander mijn vlog zoeken. Voel ik altijd hetzelfde liedje doen. Ik ga dit doen. Vlog 130 is al met renderen, dus ik vind dat ik wel een hele mini pauze heb verdiend. Eventjes een beetje strekken. Tijd voor een dinertje met yoghurt. Dus dat was biologisch yoghurt uit de koker. Mijn zus komt naar Rieper met een beetje rief van mij, dus ik ga dat nu gaan halen. Toen ik langs ging bij mijn zus, ben ik ook naar de markt geweest. En op de markt heb ik dingen gekocht. Ik heb een zestal ronde wettetjes geweest. Ik heb ook 1 rode wietje gekocht. Je kan dat dus nergens vinden, behalve op de markt. Ik weet het is stom, ik had geen zakjes mee. Of er niet aan gedacht. En ze had het zakje gegeven voordat ik door had dat ze het zakje hadden gegeven. Maar ik kan het zakje nu nog gaan gebruiken voor andere dingen. En ik heb ook een paar van die lange, bruine, zachte pistolets mee. Ah, oh, dat ging toch zo goed. En nu gaan we eten. En mijn interrail pas is toegekomen, dus yummy! Het was je mocht dat, allee, ze hebben dat dus niet in de brievenbus willen steken, of kunnen steken, om
Ja, ik weet eigenlijk niet waarom niet. Waarschijnlijk omdat dat toch wel gaat. Wat? Dit is een bandje. Dit is het besteloverzicht. Dit is een boekje over de Interrailpas. Dit is dan mijn treinticket. Als je pas terugstuurt met je reisverslag, kan je ook nog een cadeautje ontvangen. Dus dat gaan we doen. Travel calendar must be filled in. Ik moet dat dus nog even doen. En dit is dan de kaart van heel het treinnetwerk. Dat maakt het echt zo leuk en zo spannend. Dat is tof. Ja, dat is echt wel leuk. Dit moet ik heel goed bijhouden, want dat is wel redelijk belangrijk. Ik heb ook een reisverzekering afgesloten bij Interrail. Als ik deze pas kwijtraak tijdens mijn reis, dan gaan ze hun alle kosten refunden. Dus heel belangrijk. Nu is het de tijd om mijn handen helemaal roze te toveren, want deze rode biet geeft echt enorm veel kleur af. Wist je trouwens dat ze rode biet gebruiken als kleurstof in verschillende snoepgoed? Kijk hoe roze mijn ding is, mijn robot en mijn handen. De living is helemaal opgeruimd. Sorry als er nog een beetje rode vlekken rond mijn mond zitten van de rode biet. Ik heb wat stof afgedaan. En straks ga ik ook stofzuigen. Maar mijn stofzuiger is uiteraard plat. Altijd als ik begin met stofzuigen, is mijn stofzuiger plat. Misschien moet ik gewoon de rondmaaien om als ik klaar ben met mijn stofzuigen, en de stopcontact te steken. Dat zou een goed idee zijn, hè? Nu ga ik verder naar de volgende ruimte. Hallo, het is nu iets voor 3 en ik heb net gedweild en gestofzuigd en stof afgedaan en mijn rug pijn gedaan. Want ik heb heel erg boven gestaan. En nu ga ik vlogs uploaden. Maar eerst de bijtanken met een mandarijntje en water. Dat gaan we zoveel deugd doen. Ik heb die energie echt nodig. Volgens mij heb ik echt gewoon gewacht op het goede weer, want mijn app zegt dat het nu gaat beginnen regenen. En ik ging gaan lopen. Maar ja, is het nog wel een goed idee om te gaan lopen? Of mag ik luie voorbegetroffen nemen?
Moeilijk. Oké, Leif Poppen mag niet de overhand nemen. Dus, wat gaan we doen? We gaan ons nu omkleden. We gaan dat vertrekken. En stel, ik ben aan het lopen en het regent te hard, dan ga ik wel even schuilen of vroeger terugkomen. En gewoon avondeten voorbereiden. Hey, ik heb net de fanmade film gezien, Sisters of House Black. Nu ben ik een Q&A daarover aan het kijken. Ondertussen start ik mijn computer op omdat ik zin heb om de Sims gaan spelen. Mijn rug doet trouwens heel veel pijn op dit moment en ik heb echt geen flauw idee waarom, waarschijnlijk omdat ik uit de verkeerde houding heb aangenomen vandaag. Ik heb zo een echte lower back pain. Where did you get the other actors from? Did they have to audition or? Ik was Sims aan het spelen en ondertussen aan het luisteren naar een e-book. Ik ben bezig met de 100 the baby challenge op de Sims. Ik heb nu net een drieling gekregen en amai, dat is nog werk. Zelf in de Sims. Ik ga ook eventjes mijn stamboom laten zien. Van mijn hoofdpersonage. Mijn hoofdpersonage is Faye. Faye was eerst getrouwd met een andere man, maar hij heeft... Kijk, namelijk die man. Marcus Flex, maar die was te oud aan het worden. Samen hebben ze drie zonen. Maarten, Luc... En Sam. Maar met haar nieuwe man, Bart de Graaf, heeft ze ook drie kindjes. En dat is nu die drieling, Maarten. Oei, nog Maarten. Rosanne en Eefje. Ik was niet zo goed aan het nadenken over de naam. Bart is trouwens assistant manager en Faye is aquatisch ecoloog. Sam is codeaapje. Maarten is frituurkok. Hij zit nog in school en hij is hoofdkijker. Hij zit niet meer in school. Die twee zijn ondertussen al verhuisd. En nu ga ik stoppen met spelen, want ja, ik wil gaan slapen. En ik wil het boek verder lezen op je lijf geschreven. Ik heb me omgekleed, dus nu ben ik volledig klaar om te gaan slapen. Ik laat mijn vlogcamera even hier in de living. Omdat ik nu toch niet meer weet of ik er nog iets nuttig uit mijn mond zal komen. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie in de volgende vlog weer. Doedels!